Archery! Vuur! Cavalry! Ondermaars ga ik Murra! Attackeer! Cavalry! Attackeer! Nodig hebben is meer geld en meer soldaten uit heel ons keizerrijk, van Italië tot aan Holland. Zonder die u voelt helemaal niet. Ik kom rechtstreeks uit Parijs. Je praat altijd wel goed Hollands, hè, voor een Fransoos. Stil, ja, jouw tanden zijn rood, maar jouw oren zijn heel goed, hè. Hoi. King dappere man, geef u mijn applaus. Ah, dat is. Kijk, laat even kijken, uw mond, hè. Oeh, dat ziet er heel slecht uit. Kijkt u even, kijkt u. Oh. Absoluut. Doet het echt geen pijn? Natuurlijk niet, u voelt geen moer. U voelt geen moer. Niet in de hals. Als ik iets voel, sla je dat varkens voor. Afgesproken, u naar binnen, dan zal ik u meteen gaan behandelen. Hè? U voelt absoluut niet, u hoeft niet bang te zijn. Oeh, die gaat gillen. Hey. Zo, dan gaan we eens even kijken. Hè? Ik zou zeggen, open die mond, ja? Waar schouw je? Alles goed, open die mond, hè? Ah, daar zie ik hem al zitten. Geen paniek, daar komt die. Ik hoor niks. Ik hoor ook niks. Oeh, dat is de verkeerde. Nou, dat geeft niet. Doe me nog een keer. Daar gaat hij. Ah, daar is hij al. Grote jongen, even spoelen nog. Hè? Klaar. Ah, even voor de tellers. Heb jij wat gevoel? Dat is één dag.
Doe mij dan ook maar. Maar natuurlijk. Vrijwilligers gevraagd voor het keizersleger. Grijp ze, mannen. Maar de andere kant heeft er één te veel, nou. Dat is ongelijk. Zat je ook maar gelijk trekken? Zijn we uit? Ik dacht het wel, hè, dat we uit waren. Ik dacht het wel. Oeh, dat is schitterend, hè. Verzet baat niet. Van nu af aan zijn jullie soldaten in het leger van de keizer. Oh, ik zie daar een hele rij los zitten. Oh, die zitten helemaal los al. Oh, dat is makkelijk, hè? Hoppakee. Vuile ranselaars! Oh, maar dat is opgeknapt. Van een ruimte deze kregen, hè? Schitter! Niks meer aan doen. Niks meer aan doen. In die velgen daar. Hé, er is er nog een! Professor! Goedendag. Ook aan de wandel. Is dit een goede weg naar... Of wie? Roep jij eerst maar eens leven de keizer. Leven de keizer. Wat zei je? Leven de keizer. Fout! Fout? Ben je de Bataafse Republiek vergeten? Niks geen keizer, niks geen Napoleon, niks geen Fransman. Wij zijn Hollandse Republikeinen. Leven de Republiek is de leus. Je zei net zelf, ik moest... Pak hem zijn geld af in naam van de Republiek. Leven de Republiek! Roep jij eens leven de keizer? Leven de keizer? Ja. Nee, dat gaan we geen twee keer in natuurlijk. Hè. Ik ben niet dat je zegt, hè? Nee, ik roep uit volle borst. Leven de Republiek! Leven de Republiek? Absoluut. Fout! Fout? Ja. Ben je ons in een geliefde huis van Oranje dan vergeten? Hè? Niks geen Republiek, niks geen leven de keizer. Oranje boven, dat is onze leus. Nee, maar hoe? Jongens, maak gehakt van hem. Nee, geen gehakt. Het is helemaal geen gehaktdag vandaag. Oranje boven! Oranje boven! Gek van al die actiegroepen hier. Wat nou weer? Wat hij wel gaat, leven de Republiek, leven de keizer, leven de man. Maar dat is, jawel, dat is... Hallo, 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 hallo. Ga weg, wees er dan niet. Nee, nee. Ga weg. Nee, ik ben de kiezentrekker, weet u wel, herken u mee? Oh ja, nu zie ik het. Ja. Oh ja. Ik dacht, er zit zoveel tuig in het bos hier. Ja, nou, dat kan u wel zeggen. Ik ben al twee keer overvallen. Twee keer, ik heb geen cent meer over, ik ben helemaal beroofd. Nou, en ik dan? Ik ben mijn jongens kwijt.
Nou, dat zou je zo toch niet zeggen eigenlijk, hè? Nou, zeg wat even. Nee, ik bedoel, ik had u eigenlijk al eerder willen spreken op de markt eigenlijk al. Had ik u willen spreken eigenlijk al. Absoluut, ja, u hebt namelijk enorme grote... tanden hebben u, enorme grote tanden. Wat een tanden. Oh ja? En zo wit ook, hè? Prachtig wit, ja. Heb jij precies wat jij bedoelt? Nee. Ik vind juist het belangrijkste van een vrouw vind ik karakter. Hè. Karakter is belangrijk. Goh. En u hebt een enorm karakter. Wat hebben uw karakter gigantisch? U hebt eigenlijk een gespleten karakter, kun je zeggen. Hè? Ja. U heeft eigenlijk twee karakters. Nou, zo kan het wel weer. Nee, ik bedoel. Oh, daar heb je ze weer! Kunnen jullie wel, hè? Met z'n drieën tegen één, hè? Smerige boef, hè? Moet je mij doen? Kom op dan als je durft, hè? Nee, geen geintje. Lolletje. Lolletje. Om de keizer te mogen dienen. Er gaat niets boven de dood op het slagveld. De helden dood onder het moordend kartetsvuur. Goedgekeurd. Sophie, kijk de andere kant op. Wat bedoelt u? Niet naar die jongens kijken met hun ordinaire spieren en zo. Kijk helemaal niet. Ik begrijp het best. Je bent jong, je wil wat. Wat hebben ze toch ordinaire, nauwe broeken? Er is niets mooier dan het donderen van het kanon. Het houden van de sabel. Het stromen van het bloed. Ik heb 30 gouden Napoleons bij me. Deze man is afgekeurd. Uittreden. Het is allemaal heel natuurlijk wat je voelt, kind. Je hoeft je niet te schamen. Nee, mama. Je moet maar heel gauw trouwen. Graag, mama. Als het maar niet iemand is als je ware, geloof me, daar heb je niets aan. Ik vind de adjudant wel aardig. Foei, Sophie. Een gewone adjudant. Ja. Je moet hogerop, minstens een baron. Maar ja, waar vind je in het gat een baron? Alsjeblieft, honger. Ah! Heeft u iets voor mij te eten? Alsjeblieft. Vieze man. Jongens, hier is een hele enge vieze man. Je vuist. Zo goed, mevrouw? En of het zo goed is, kalm blijven, Sophie. Kalm. Je moet me gauw trouwen, dat helpt. Soms. Goedendag. Eerst bij de straat tegen als ik hier naar binnen ga. Ik ontzettende honger. Ik sterf van de honger. Dank u. Geen geld bij me. Ach, ik zie u zit toevallig net aan tafel. Heeft u de straat tegen als ik even aanschuif? U heeft zo'n heerlijk bot liggen. Zacharijn. Ik denk niet dat het een drie sterren herberg is, maar toch maar proberen dan. Wat moet je? Je hebt een hele leuke etablissement hebben we hier. Gezellig ook met uw boerstoel en zo. Wat moet je? U bent trouwens ook een hele sympathieke gastheer. U zelf ook. U hebt leuke uitstraling. U straalt erg leuk uit. Wat heb ik? En komt natuurlijk ook door de gasten hier. Het is ook erg gezellig publiek wat hier komt.
Zou ik de kaart even mogen hebben? De wet? Ja, dat maakt ook niet uit. Maak u zelf maar iets. U weet zelf wel wat lekkers is natuurlijk. Ik bedoel, geld speelt geen rol, zeg maar zeggen. Hè? Gezellige babbel hebben u ook. U bent een babbelaar waarschijnlijk ook, hè? Leuke talk. Maar ik zou nu wel iets willen eten, dus als u aan het werk zou willen gaan, dus... Huppakee. Oeh, daar, mevrouw. Leuke dochter heb ik, leuk. Gezellig. In het leer van de keizer. Direct naar Parijs. Ik heb een helbrief voor de kolonel. Moment! Ja, binnen! Het is gisteren de kolonel Moskop. Absoluut. Een oude brief uit Parijs. Arme kerel, wat heb jij geheild? Oh, van mijn vriend Schimmelperk. Hij heeft een hoge functie bij de keizer. Heilbrief is al 10 dagen geleden verstuurd. Een klein oponthoud in Antwerpen. Bij de bedammekes voor plezier, zeker. Wat is de kolonel? We zijn geruïneerd. Die kerel die zit nou al 3 uur te vreten. Waarom? Omdat hij geen stuiver op zak heeft. Zo. Zal ik hem daar even in elkaar beuken? Nee, joh, nog niet. Waarom niet? Kijk, dat is toch leuk? Ja, soms betalen. Ik begin het. Je hebt anders al gehad. 4 osse carbonaris. Bakbokking in de buikspit. Een wilde zwijnskop. Hersens van het rund. En deze schenkel. Doe me gevulde varkensoren. Dubbele portie. Waarde vriend, ik moet u een ernstige waarschuwing zenden. Een hoge inspecteur van de keizer is uit Parijs onderweg om uw district te controleren. Inspecteur van de keizer? Dat is een ramp. En u weet het, heren. We hebben allemaal boter op ons hoofd. Sommigen van ons meer dan anderen. Dat moet u nodig zeggen, burgemeester. U heeft de helft van de belasting in uw eigen zak gestoken. En u die andere helft, kolonel? Kalm, heer, kalm. En die steekpen, heer commissaris, daar kunt u ook van hangen. Wat moeten we doen? Zo. Ik hou het niet meer. Wanneer kan ik die kerel in elkaar rammen? Nog niet, nog niet. Ga je betalen? Doe nog maar. Hazenbout. Dat vind ik zeker. Rooikool. Bloedworst. Zuur zeld. Alles niks? Wat zijn dat de wijze, lummel? God ja, de datum. Mijn heren, heren. Het is allemaal nog veel erger dan u denkt. De inspecteur uit Parijs is er al. Is er al? Nee, toch zo. De brief was te laat. Die gluiperd spioneert dus al rond in ons district.
Niet bangen! Heren, 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 opgelet. De inspecteur uit Parijs reist onder valse naam, maar is te herkennen aan zijn rode haar. Valse naam? Rood haar? Juist, dus u weet wat u te doen staat. Zoeken, allemaal, vreemdeling, vals haar, rode naam of omgekeerd, wegwezen. Maarten! Als alles uitkomt, sturen ze me naar het front. Maar er is toch niets mooiers? Het moordend kartetsvuur, het hieuwen en houwen van de sabel. Hou je mond, imbecil! Zou je nu eindelijk willen betalen? De rekening. Mag het ook met. Ja! Halt! Handen af van zijn excellentie! Ik ben dood natuurlijk. Dit is de hemel. Dat zijn de engelen. Goedemorgen, excellentie. Heeft excellentie goed geslapen? Die twee engelen noemen me excellentie. Onze excuus, excellentie, voor dat vreselijke misverstand. Dat ze u zo hebben durven behandelen. We hebben die boeven onmiddellijk achter slot en grendel gezet. In de gevangenis. Ik ben niet dood, ik leef. Ze willen me in de gevangenis. Nee, niet in de gevangenis. Oeh, neemt hem niet kwalijk. Je hoort het niet in de gevangenis. Laat ze onmiddellijk fusilleren. Nee, niet fusilleren. Nee. Nee, niet fusilleren. Wat dan, excellentie? Vrij. Vrij? Vrij. Je hoort het. Laat ze onmiddellijk vrij, Limmel. Schiet op. Schiet op. Neemt u hem niet kwalijk, excellentie. Hij is nog jong. Oh. Mag ik u helpen met aankleden? Nou snap ik het. Ik ben in een gesticht. Eindelijk is een echte heer in deze negorij. Kind, kom eens hier. Je moet er natuurlijk een beetje fatsoenlijk uitzien. Hij is namelijk van hele hoge adel. Daar zijn ze. Excellentie, mag ik u voorstellen, mijn vrouw? Oh. Oh, excellentie. En dit is mijn dochter, Sophie. Excellence, je suis votre humble serviteuse. Ja, ja, natuurlijk. Ja, dat is zo. Het is heel lekker weer geweest de laatste tijd. Wat spreekt u toch goed Nederlands, excellentie? Vindt u? Ja, dat komt zo. Mijn moeder was een Nederlandse vrouw. God, wat interessant. Hè? En uw vader? Die niet, hè? Dat was een man. Quel esprit! Oh. Dondersgeesten! Typisch
Parijs, hoor je wel? Excellentie, mogen wij u noden tot dit ontbijt? We hebben verse bloedworst, spekpannenkoeken, karnemelkse pap en leverpudding. Fout! Dat is toch een ontbijt voor een heer uit Parijs? Waar is dat stokbrood, woesters, de champagne? Excuus! Excellentie! Excellentie! Excellentie, het zal niet meer gebeuren. Dat hoop ik niet, nee. Excellentie, mag ik van deze gelegenheid gebruik maken en u verzekeren dat u in mijn district absoluut geen onregelmatigheden zult aantreffen? Ik wil u niet ongerust maken, maar het zaakje is niet in orde, hoor. Oh, dat is een absolute vergissing. Behoorlijk. Dat is een absolute vergissing. Alles is bij mij perfect in orde. Altijd. Beerput moet grondig geïnspecteerd worden, hoor. Oh, nee, geen inspectie. Alsjeblieft, geen inspectie. Moet gewoon gebeuren. U hoeft niet bang te zijn. Doet geen pijn. Het doet geen pijn. Excellentie, gelieve te schetsen. Als u zo bang bent, dan sterk het nog wel even uit, ja? Oh, dank u, dank u. Dank u. En zullen we niet wat over wat gezelligere dingen praten? Wat vindt u van mijn vrouw en dochter? En kijk naar ons. Kind, kleed je toch een beetje fatsoenlijk uit. Maan. Doe wat ik je zeg. Daar staat je toekomstige echtgenoot. Dag, excellentie. Ze zijn nu al dol op uw dol. Echt, excellentie, er is nog maar één ding wat aan mijn geluk ontbreekt. Ik weet het, ik weet het. Lokale delicatesse. Charmant, majesteit. Leven de keizer! Merci, chérie. Au! Non de, non de, non de, nu! Wat gebeurt? Wat gebeurt? Ja, wat zou er zijn? Wat is het aan? Niks! Niks! Tot ziens, België. En nu naar Holland! Zeker? Ik heb tijd niet meer gedaan. Het doet verschrikkelijk zeer. Ik kom wel even aan natuurlijk, hè. Sorry, ik had er geen erg in. Ik dacht dat u... ik had nog geen kennis gemaakt trouwens. Hoe was uw naam? Klaas. Toch niet? Houten Klaas? Grapje. Geen gevoel voor u. U bent waarschijnlijk in de verkeerde kamer. Dit is namelijk mijn kamer. Dus als u het zo... Hè? Niet waar. Het is niet waar. Ik bedoel dat ik dit pak aantrek. Ik heb wel gelijk, ik kan zo toe niet naar diner toe. Een prachtig pak, u ziet er goed uit. Nee. Hebben de vierdaagse gelopen? Heren,
mijn plan de campagne is als volgt. Ik ken die hoge heren uit Parijs. Ze zijn uitsluitend geïnteresseerd in drie dingen. Geld, drank, vrouwen. Hé, hey, nou ben ik toch een eenvoudige dorpsburgemeester, maar ik heb precies hetzelfde. Ik ook. Heren, een beetje serieus alstublieft. U heeft geen idee, hè? Die man is een slang, een draak, een adelgebroed. Ja. Wat jij daar aan wil trekken, dat kan helemaal niet. Maar mama, dat is mijn mooiste jurk. Net aangekomen met de post. De nieuwe Marguerite uit Parijs. Dit is de mode. Wat bloot. Precies wat wij nodig hebben. Pak je nachthemd en een schaar. Dus jij denkt dat ze mij voor een ander houden? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, ja, dat had ik zelf ook al bedacht natuurlijk. Hè. Kijk, ik ben natuurlijk niet helemaal... Ik kan ook maar een klein beetje nadenken natuurlijk. Natuurlijk houden ze mij van ander. Als je alles op een rijtje zet, neem bijvoorbeeld... Ze noemen mij hier excellentie. Nou, ik heet helemaal geen excellentie. Ik heet Fred, Hardy Fred, niks aan. Dat zei van de kolonel, zij zelf dus. Die noemt mij de mooiste man van de wereld. Nou, ben ik toevallig ook de mooiste man van de wereld. Maar daarom hoeft het... Wat is? Wat gaat? Gaan we lachen? Gaan we lachen? Wat heb jij er zo mooi uitzien met die houten kop van je, hè? Ah. Twee vliegen in één klap. Jij trouwt met een echte excellentie en wij redden papa. Ik wil helemaal niet met die enge trouwen. Engert, het is een baron. Hoe durf je? Jij doet precies wat ik zeg. Au! Ik wou dat ik in jouw plaats was. Dan wist ik het wel. Zo'n heerlijke man. Oké, dus ze houden me voor iets hoogs uit Parijs hier, hè? Wat zou jij nou doen in mijn geval? Huh? Wat? Je zou er gebruik van maken? Boah, boah, dat vind ik zo laag, zo gemeen. Hoe komt het in je bolle hersen? Trouwens, stel, ik zeg niet dat ik het doe, stel dat ik het zou doen. Ik weet niks van Parijs, probleem, ik weet niet eens wat het ligt. Zij weet ook niks van Parijs, bedoel je? Ja, dat maakt het natuurlijk een stuk makkelijker, hè? Oké. Jij houdt je kop dicht. Als het me lukt, mats ik jou met twee houten benen en een kurkentrekker, ja? Kijk, hij wil zijn ware identiteit nog niet prijsgeven. Maar volgens mij is hij volbloed een baron. Nee. Ah, daar is hij. Ah, de dames. Was er nog wat? Goedenavond. Heren. Ja, dag. Nou, waar waren we gebleven? Het plan de campagne. Yes. Mannen. Ze merken nooit als je wat nieuws aan hebt. Maar wacht maar tot de dames ons zien. Groen van jaloezie. Dag, dames. Goedenavond. Wel te rusten, mama. Psst. Excellentie. Ik moet u spreken, onder vier ogen. Hoef je me wakker? Excellentie, dan moet u eens heel goed naar mij luisteren. Eerlijk zeggen. Ik hou van Sophie. Ja, en verder? Ik hou van Sophie en Sophie houdt van mij. Eerlijk gezegd, geen sterke tekst. Als ik eerlijk ben, hoor. Ik vind eerlijk geen sterke tekst. Ik geen top 40's. Ik hou... Nee, fluttekst. Als ik eerlijk ben, hoor. Excellentie. Voor flut. Excellentie. U moet niet met Sophie trouwen. Luister nou naar jezelf wat je zegt. Ik moet niet met Sophie trouwen. Het rijmt niet eens. Het rijmt niet. En als u dat wel doet, dan moet u dat zelf maar weten. Dan... Oei, zal ik even helpen? Dat kost het uw leven! Laat u mij even, ik weet hoe het zit. Het zit achter dat lippie daar, laat u mij even erbij. Ik heb hem niet, ik ken die ding. Kijk, zie u wel? Daar heb ik hem al, hij zat achter het haakje. Dat is die ouderwetse. Dood mij! Het is mij om het even! Zonder Sophie kan ik niet leven! Briljant! Briljant! Dood mij! Dis! Mij om het even. Zonder Sophie kan ik niet leven. Hoor hoe dat klinkt. Dood mij! Dis mij om het even. Zonder Sophie kan ik niet leven. Dikheid. Kom, we gaan naar de dames. Dood mij! Dis mij om het even. Oh jee, sorry, ik had er geen erg in, neem me niet kwalijk. Ga je gang.
Alexander, Sophie. Lieve. Ah, wat een eer, excellentie. Ah. Mag ik u voorstellen, onze burgemeester. Ah, goedenavond. Goedenavond. Ja. Onze commissaris van politie. Veel over u gehoord. Thuis ook alles goed? Nou, en of goed. Wat leuk van u. En onze gemeentesecretaris. Ah, gestaat hem. Hoe maakten we het? Wat? Die keer. En daar zijn onze dames. Oh, excellent. Oh. Wat een honneur. Ja, dat is echt te veel hoor, dat is veel te veel. Dat ga ik nooit weg in één keer. Excellent. Wij zijn zo blij dat u er bent. Mijn dochter is er helemaal kapot van. Ja, ik zie het. De hele bovenkant van de nachtpon is stuk. Hè. Geest! De Paris! Ja. Dames en heren. Dames en heren. Dames en heren. Ik zou u voor willen stellen het glas met mij te heffen. Oh ja! Op onze eregast. Een uitstekend idee. Op uw bijzondere gezondheid, excellentie. Ach, wat aardig. Nou, ik vind, zo kan die wel weer even, hè. Ik bedoel, je kan niet blijven praten. Er moet gedronken worden ook, natuurlijk, hè. Hebben we allemaal dezelfde? Dat is wel leuk dat we allemaal dezelfde hebben. U hebt hem ook. Nou, daar gaat hij dan, hè. Ik zou zeggen, laat hem er weer in glijden. Die gezondheid. Lieve excellentie. Inderdaad. Van presenté. De champagne altijd zo ontzettend feest. Ja, gezellig vanavond, vind je niet? Ja, het is natuurlijk een beetje eenvoudig, hè? Ja, het is tegen haar moeder gaan, zou ik maar zeggen. Wij zijn nou eenmaal niet in Parijs. Nee, dacht ik niet, nee. Ik word soms gek van dat bekrompene, dat provinciale. Ik ben namelijk heel anders. U moet niet meteen kijken, maar er zit een heel eng beest in uw haar. Mijn vogel. Ja, die komt namelijk ook uit Parijs. Oeh, ach, natuurlijk. Nou, herken ik hem natuurlijk. Ja, die heb je veel in Parijs. Daar word je me doodgegooid momenteel, hè. Ze raken ze aan de straat zien en niet kwijt. Ja, dat zal wel. Maar wat is nou wel het allernieuwste uit Parijs? De soep. Weet u wat heel erg in is momenteel in Parijs? Echt een rage momenteel. Dat is deze. Dat is dus het allernieuwste in Parijs. Allernieuwste, dat doet iedereen. Ik zou maar zeggen, als je dus wil weten de temperatuur van de soep, dan, mevrouw, ik hoef u nu te vertellen, hè, het gevoeligste orgaan van de mens. Hè. De neus. De neus. In Parijs dan. Hè. Wat lopen wij toch achter? Ja. Nou, als je dus wil weten hoe warm de soep is, dan dopen we even de neus in de soep. Begrijp je wel? Dat doet iedereen daar. Iedereen. Dat doet iedereen daar. Iedereen doet het. Dat doet iedereen daar. Iedereen. Iedereen. Mars! Wel, dames en heren, dat lijkt me toch wel, hè? Typisch Parijs. Buitengewoon interessant. Ja, ik zie dit als een diepe geestelijke ervaring. Ja. Ja. Exacte meting, dacht ik zo. Ik vind het geestig. Ja. Ja. Nooit een soepje zo goed gevoeld. Ja, en zo'n elegant gebaar. Ja. Maar is natuurlijk maar een grapje, hè. Dat begrijpen we ook wel. Een grapje natuurlijk, hè. Een lolletje. Dat is geestig. Wat ziet iedereen er bespottelijk uit? Ik vind het goed. Hij heeft een spektakel.
Zie je er belachelijk uit, zeg? Nee. Nee, er geen zin. Hoe kom ik erbij? Onzin. Onzin. En tegendeel, u ziet er wonderschoon uit. Prachtig. Het kleurt superbe bij uw haar. Beeldig. Oh, ik vind dat eens dat ik er bespottelijk uitzie. Ja, precies. Als een gek. En met zoiets moet ik trouwen? Nooit. Ik zweer het je, nooit. Zelfs dan niet. Attention, s'il vous plaît. Son excellence a bien la gentillesse de chanter pour vous la dernière, la plus nouvelle chanson de Paris. Natuurlijk, ja, natuurlijk, la la la. Ja, natuurlijk, graag zelfs, hè, graag, ja, heel graag. Ja, excellent. Dank u, dank u. Dank u, dank u, dank u, dank u, dank u wel. Ik wilde dan nu graag voor u het allernieuwste chanson uit Parijs gaan zingen. En het is getiteld De Steek van den Keizer. Maestro. Het leger stond bij Austerlitz. De vijand in het verschiet. De eerste kogels vielen al, maar de keizer was er niet. De keizer jankte in zijn tent. Ik ben nog niet gekleed. Hoe is nou toch dat kleren ding? Is er niemand die het weet? Het was een groot schandaal. En ze riepen allemaal. Waar is de steek van de keizer? Waar is de steek? Waar is de steek van de keizer? Waar is de steek? Hij zoekt hem al een hele tijd. Waar is de steek van de keizer? De chefkok vroeg Napoleon, wat of er toch aan schat. Jouw biefstuk is zo'n danders klein, hij woei net van mijn bord. Lakeien werden toen meteen door heel Parijs gestuurd. De keizer zat te hongeren en buiten zong de buurt. Zeg, heb je soms gezien? Die man heb trek voor tien. Nee, 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 nee. Waar is de steek? Waar is de steek van de keizer? Waar is de steek? Hij zoekt hem al een hele tijd. Waar is de steek van de keizer? Hij is hem kwijt. De keizer kreeg een blinde darm. Hij moest naar het ziekenhuis. De dokter was een hofmaarschalk. De koets van het Gouden Kruis. Toen kreeg hij s'avonds hoge nood. Ze zochten allemaal, maar waar men keek, men zag geen steek. Dus zong de hele zaal. Zijn bed is al zeiknat. Wie heb dat ding gejat? En nou heb ik een leuk idee. We gaan achter elkaar lopen, hè? We houden elkaar vast en we zingen mee, hè? Dan komt ie, we gaan door het lint. Ja! Kom op, hè?
bij de Fortuna. Daar is er steek, hij zoekt hem al een hele tijd. Hij wil nu al jaren gaan. Ja hoor! Waar is de steek van de keizer? Waar is de steek, waar is de steek van de keizer? Majesteit, wat bent u triest? Wat wil je, maarschalk? Wij zijn in Holland. Wat een treurig land. Alles plat, zover het oog reikt. Ja, maar niet alles is zo plat hier. Huh? Ik zeg, niet alles is zo plat hier. Wat bedoel je? Grapje. Niet alles is zo plat hier. Heb jij iets aan je oog, man? Majesteit, ik bedoel... De Hollanders zijn dik. Jij hebt geen gevoel voor humor, man. Nee, majesteit, ik bedoel de Hollandse meisjes. De Hollandse meisjes zijn dik. Nee, nu is die leuk. Neem me niet kwalijk, majesteit. Majesteit. Laat kijken. Hier wordt door de plaatselijke autoriteiten wel op een enorme manier geknoeid. Geknoeid, hè? Ik dacht dat een zeer strenge inspectie daar geen kwaad zou kunnen, majesteit. Ja, excellentie, tot uw dienst, excellentie. Hoe ben jij het? Nee, nu niet. Ik heb hoofdpijn. Altijd hetzelfde. Ik weet wat je voelt. Ja, mama. Het moet gebeuren. Oh, mama. Laat je gaan. Mag het, mama? Ja, geef je aan hem helemaal. Hoi, mama. Ik wil niets liever. Ga naar zijn kamer en zeg, hier ben ik. Neem me, excellentie. Excellentie? Ja, altijd beleefd blijven tegen een hooggeplaatst persoon. Excellentie? Ja, kindje, schatje en lievertje, dat komt wel later. Oh. Ga nou naar zijn kamer. Hup, hup. Oh, wat erg. Wat is er nou weer? Dat kan niet. Ik heb zo'n verschrikkelijke hoofdpijn.
Ik word nog eens gek van jullie. Moet ik dan altijd alles alleen doen? Mama? Mama? Oh, ze is weg. Dat nooit. Nee, dat nooit. Maar dit wel. Ja, dit wel. Wat is die prachtig? Zo aristocratisch. Ik moet het u zeggen. Ik moet het u zeggen. Wat bent u mooi. Wie? Excellentie. Waar? Excellentie. Oh, ik. De excellentie. Ja, natuurlijk. Bonsoir. Zeg mij in Parijs altijd, zou ik zeggen. Zou er nog iets op Hilversum 3 zijn, denk ik? Het gaat over mijn dochter. Uw dochter? Dus daar hebben wij in Parijs ook boulevards vol van, met dochters natuurlijk. En allemaal even mooi natuurlijk. Ja, maar typisch Frans, hè? Ze roesten gauw door van onderen. Het is niet waar. Ja, absoluut, ja, absoluut. Mijn dochter, die... ik moet u een geheimpje vertellen. Roesten niet door van onderen? Mijn dochter, excellentie. Zij is krankzinnig verliefd op u. Ja, dat is natuurlijk niet zo eigenaardig, hè? Ze heeft nog maar één mens. Mens? Dat doet mij denken aan dat sprookje. Ken je het sprookje van die prins? Die loopt in een bos, hè? En die ziet ineens een heel arme meisje zitten tegen de meisje. Je mag 3 wensen doen, hè? Zegt het meisje. Mijn moeder is niet lekker, mijn vader is aan de drank. En mijn jongste broertje die wil graag nieuwe sandalen. Dat is vroeger. En tegenwoordig is het zo. Dan zegt zo'n meisje, ik heb maar 1 wens, maar dan 3 keer. Excellentie. Moderne jeugd. U moet met haar trouwen. Zo ineens. U moet. Ze houdt het niet meer. U moet haar beminnen. Ik ben zo erg met haar. Heerlijke man, ik kan je niet weerstaan. Zeg ze dat? Neem me. Je mag alles met me doen wat je maar wil. Gaat uw dochter niet een klein beetje ver? U gaat wel erg ver, die dochter van u, hè? Ach. Ik zie hier niet een snuifdoos staan met snuiftabak, zou ik maar zeggen, hè? Dat heb ik nou nog nooit gedaan, hè? Dat moet je toch ook eens proberen, hè? Dat is een hele goede Nepal. Verrukkelijke man, kom. Neem me in je adellijke armen. Kus me met je aristocratische lippen. Ik moet het allemaal onthouden hebben. U hebt een heel goed geheugen, mag ik het zeggen. Laat ons in elkaar besmelten. Wat doe ik? Wat vreselijk. Kunt u mij vergeven? Pardon? Wat moet u wel van mij denken hoe ik mij gedraag? U gedraagt zich vrij gewoon. Uw dochter gedraagt zich wel een beetje raar. Wat bent u toch fijngevoelig. Zo tactvol. Dank u. Eigenaardig mens. Wel een goed gebit. Twee dingen. Ten eerste, jij zorgt ervoor dat morgen onze dochter zich verlooft met zijn excellentie. En ten tweede... Oh, nee. Oh, ja. Punt 1. Hij mag niet gaan inspecteren. Dat betekent dus, wij moeten hem een 1 stuk door afleiden. Punt 2. Geld. Heeft iedereen geld bij zich? Ja. Goed, uitstekend. U begint. Dat is niet... Hij is heus niet anders dan wij. U pakt toch ook alles aan? Maar zo'n excellentie, ik ben als de dood. Ik zou het maar doen als ik u was, anders wordt het u dood. Goedemorgen, excellentie. Gereed voor de jacht, zie ik. Morgen, hè? Ja, ik ben er geheel gereed voor. Ik hoop dat ik heel wat vang vandaag. U hoort dat ik hoop dat ik heel wat vang vandaag. We gaan. De hoorn graag. Wat was u nou ook alweer? Kom.
commissaris van politie. Oh, de commissaris van politie. Ja, is dat nou een leuk vaak? Ik zou maar zeggen, ik bedoel, schuif dat nogal. Dat je... Oh, hemel, we zijn een klein district, maar we doen ons best. Ja, dat zal wel moeten natuurlijk, hè? Ja, we doen ons best. Wat doet u nou? We doen ons best. Een kerel? Dat kan ik niet tegen. Het gaat goed, heren. Het gaat goed. Zijn excellentie lacht. Lachen, dat moet u niet doen, hoor. Wat deed u nou allemaal? Wat niets, helemaal nou? Niets. Jawel. Niets. Jawel, ik zou toch zweren dat u wat hebt. Dat is niets. Dat is een vergissing. Het is een vergissing. U stopt geld in mijn zaak. Ongenade, excellentie, genade. Wat heeft dit te betekenen? Hoi. Een lening. Het dat gaat lening. Niet goed, heren. Oh, een lening? Ja. Oh, dat vind ik een heel sympathieke gedachte. Een lening natuurlijk. Zeg, als u wilt, mag u mij best nog eens kietelen, hoor. Heren, ik geloof, wij maken een kans. Wat dacht u van deze? Oeh, die ziet er heel prima uit. Die ziet er heel prima uit. Die ligt ja. Ook lekker in de hand. Hij ligt ook lekker in de hand, ja. Waar komt hier nou de kogel uit? Excellentie, toch? Oh, maar aan de andere kant natuurlijk met ik neem aan dat u een uitstekend jager bent. Nou, als u dat daar wel nemen, moet u dat zeggen. Hoe gaat deze eigenlijk af? Wat doe ik? Een scherp oog. Is goed, Rits. Onmogelijk. Nog nooit zoiets gezien, zeg. Bravo, excellentie. Wat een schutter. Ik telde er wel 7. En ik ga... Meesterlijk. Ja? Superbe. U jaagt zeker heel vaak in Parijs. Niet is de eerste keer dat ik er weer vast heb. Nou, dat is werkelijk ongelooflijk, hoor. Ongelooflijk. Dit is een gave waarschijnlijk. Dit is een gave waarschijnlijk. Ja, natuurlijk. Wilt u het misschien nog een keer proberen? Nou, graag. Komt u even langs en sluit u even uit. Niet te gaven. Voor dat ene kwartje voor die 25 losse centen. Doorvliegen. Blijf het klimmen in, joh. Veronderen. De ballen achter elkaar. Ik krijg er nou pas lol in. Tegenaan, uitkijken, daar komt er weer een. Geblinddoek. Gezellig. Nou jij geblinddoek. Met z'n tweeën. Sophie krijg je nooit. Ik maak me eerst mis. Blijf dat we stilstaan. Kom maar, die uitjes schiet gewoon door. Dan gaat weer zo'n schitterende teddy bear. Nou, de hazen en de konijnen vliegen wel bijzonder laag vandaag. Ga je dan. Mis. Toch raak. Oh, een keier, hè? Nee, dat begrijp ik niet. U schiet die kant uit en u raakt iets achter. Ja, hoe kan dat toch? Heeft u nooit gehoord van het Parijse boemerang effect? Het Parijse boemerang effect. Dat gaat het zo. Je neemt een geweer. Ja. Neemt een geweer. Nou richt ik die kant op en ik raak iets achter mij. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, let op, dame. Toch de key. Oh, dat is jammer. Mis. Adjudant! Sorry hoor, ik had absoluut geen enig in dat u in die boom zat natuurlijk, hè. Heerlijke dag vandaag, vindt u niet, hè? Zullen we het dorp eens gaan inspecteren? Nee, niet inspecteren. Wat dacht u ervan om deze gelegenheid eens te inspecteren? Bevallen. Goeie, ja, zeer pikant. Oh. Maar ja, het is natuurlijk geen Parijs. Nee. Het is geen... Huh? Natuurlijk. Huh? Dag, Guus. De beste plaatsen graag. Is dat erg leuk, die doorkijkbloes? Nou, gezellig dat je gekomen bent. Madame Tilly,
De beste plaats voor zijn excellentie. Alles wat je maar wilt, schat. Dank u. Zeg, en wat zou jij willen hebben? Hè? Blond, bruin, zwart? Doet u mij maar met suiker graag. Wat gezellig dat je hier bent. Zo. Kolonel, ik heb een verrassing voor je. Een nieuwe meid, helemaal je type. Bewaar dat dan voor later. Poep. Nu komt voor mij het moeilijkste. Hij moet zich met mijn dochter verloven. Moet dat? Natuurlijk moet dat. Ik wil niet nog een keer zo'n slechte nachtrust hebben. Ik ben Tilly, Madame Tilly. Op het slagveld van de liefde ben ik de generaal. Laat de heren attackeren, vallen doen ze allemaal. Excellentie, mag ik u even onderbreken? Nou, ik ben net even met een interessant gesprek bezig hier. Mag ik u iets vragen? Wat vindt u van Sophie? Oh, fantastisch, wat een lichaam, hè? Maar ze heeft ook een heel goed karakter. Karakter kan me geen lor schelen, eerlijk gezegd. Mag ik u een intieme vraag stellen? Jazeker, maar zij is de eerste, hè? Excellentie, zou u met Sophie willen? Nou, het lijkt me geen straf, hè? Meent u dat? Ja, absoluut, hoor. En u bent nog vrij. Voor zoiets maak ik me vrij, hè? Oh, excellentie, wat een eer. U maakt mij een gelukkig man. Oh. Champagne! Hoest! Ja. Wie wil winnen, moet beminnen. Op het slagveld van de liefde ligt iedereen voor lijk. Kom maar heren, schuins marcheren hier in Tilly's keizerrijk. Er is alleen wel één klein probleempje natuurlijk, hè? O jee, wat? De kosten. Dacht ik het niet, ja schurk. Lijkt mij een dure zaak, hoor. Doortrapt. 5000. 5000? Neem me niet kwalijk, 7500. 7500? Oké, 10.000. 10.000? Wat doe je dan allemaal, Sophie? Speel je de blokfluit bij? Ik heet geen Sophie, ik heet Mathilde. Je heet geen Sophie? Nee. Waar heeft u het nou over? Over mijn dochter, maar anders over. Over u? U zegt nog geen nee tegen 10.000. Gouden Napoleon. Tuurlijk niet, dat zou onfatsoenlijk zijn. Vanzelfsprekend, hij doet het. Meer champagne. Maar dat is... Dat is... Hallo, dat kan niet. Dat mag niet. Nee, dat mag niet. Dat kan niet. Dat is majesteitsschennis. De keizer als vrouw. Ja, nee, ik bedoel alleen maar dat meisje. Ik wil haar onmiddellijk. Natuurlijk. Stop, Madame Tilly. Madame Tilly, alles oké. Zijn excellentie wil met dat nieuwe meisje. Ja, ik zou er even willen spreken. Oh, ze heeft alles mee voor een goed gesprek. Mijn heren, daar gaat mijn schoonzoon. 10.000 ballen. Mevrouw, ik wil helemaal niet. Oh, wat doet u nou? Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet. Ik ben het, de kiezeltrekker van de markt, weet u wel. Van, ik trek die kies onder die oude. Oh ja, nu zie ik het. Ja, en... Hoe kom ik in godsnaam in deze tent terecht? Nou, die bandieten die hebben me verkocht aan madame Tilly.
accept. Ja, een hele lange werktijden. En het eten in de kantine is verrot. Werkelijk? Wat vreselijk, wat vreselijk. En jij, wat doe jij in dat pak? Ze denken dat ik een baron ben. Jij een baron? Zou toch best kunnen, vind je? Huh? Nou, zullen we dan maar? We moeten opschieten, want om 4 uur begint het tweede matinee. Je bedoelt toch niet dat je bedoelt... Dat bedoel je toch niet, hoop ik, hè? Ja, het zal wel moeten. Er is voor je betaald, dus huppakee. Ben je gek, zeg. Het idee alleen al. U moet hier weg, hoor. U kunt hier absoluut niet blijven. Ik zal u redden. Vanavond nog. Dat kan toch helemaal niet? Ze houden me hier gevangen. Niets kan mij weerhouden. Al wordt het mijn dood. Je meent het nog wel, Kat. Absoluut. Ik vind u namelijk erg aardig. Ben jij raar? Ik ben toch aardig? En jij? Jij bent lief. Oh, jij hebt geen idee van wat ik allemaal kan. Ken jij bijvoorbeeld mijn Parijse boemerangtruc? Je wat? Mijn Parijse boemerangtruc, die werkt als volgt. Ik zou maar zeggen, je neemt een pistool. Je hebt allemaal wel eens een pistool, hè? Dan schiet ik er vooruit en ik raak iets achter mij. Ah, ik kan het gelijk laten zien. Let op, dus. Jij doet ook alles om op te vallen, hè? De eendjes van de leliegracht, die hebben nog op hem gewacht. Maar om een koe blij hartstikke dood, met in zijn hand een stukje brood. Er was geen mens die om hem gaf. Er stond ook niemand aan zijn graf. Alleen die paar beestjes die huilden zat. De eendjes van de leliegracht. Het was elke middag om 4:15. Anna was er een feestje in het water. Eerst hoorde ik Maarschout, wat stelt het in godsnaam voor? Majesteit, dit is Hollands amusement, dat vindt u in heel Parijs niet. Laat het ogenblikkelijk ophouden. Maar majesteit. Ophouden. Ophouden, ophouden, wegwezen. Dit was helemaal niet leuk. Er is iets anders. Maar we hebben alles al gehad, majesteit. De draaiorgels, het vendelzwaaien. Iets anders. Majesteit, weet u wel zeker dat er niet iets is met uw kiezen? Wat zeg je daar? Ik bedoel... Hoe durf je? Ik heb geen kiespijn. Nee, majesteit, nee. En jij zorgt voor ander amusement. Maar voor iets leukers. Kapitein. Oeh. Iets leukers. Kapitein. Een driewerf hoera voor het gelukkige paar. Hiep, hiep. Hoera, 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 hoera. Hoera, hiep, hiep. Hoera, hiep, hiep. Hoera. Dames en heren, u moet haar emoties begrijpen. Zijne excellentie moet ons helaas vanavond nog verlaten. Oh, inderdaad. Oh ja? Maar hij komt gelukkig gauw weer terug. Oh. Nee. Sophie. Oh. Dames en heren, mag ik even attentie in deze pool van Jolita. Ik wil even iedereen hartelijk bedanken voor de schitterende cadeaus die wij hebben gehad. Hè? Jullie hebben hem wel even uit je broek laten hangen, hè? Mag ik zeggen. Oh. Wie hebben we bijvoorbeeld deze fluit? Van mij, excellentie. Ach,
werkelijk? Is hij massief of verzilverd? Massief, natuurlijk! Massief, boy, boy. Zet lief in de koets en voorzichtig, want het is massief. Prachtig, prachtig. Zal het heel erg goed doen in een van mijn paleizen, hè? Paleizen? Oh, jee, zoveel paleizen, zeg. Ach, niet. Is het meer dan één? Ja, niet meer mee, hè? Jongens, gooi dit ook allemaal in de achterbak, hè? Voorzichtig, hè? Gezellige avond, jongens. Heel gezellig. Jolly, jolly. Heren, wat heen? Naar de koets van zijn excellentie. Klopt iets absoluut niet. Dat is namelijk zo dat de keizer, die zit namelijk op mee te wachten. Dus, zijn majesteit? Ja, laat, zijn en aan je meet. Oeh, zijn majesteit. Oh, wacht hier. Ik dacht dat dit een... Een Bordeaux, excellentie. Het kan, het kan, het kan. Deurende neus. Valle body, valle body. Deur het kantje. Het is een premier Grand Cru. Een premier Grand Cru. Zo kunnen, mag ik hier... Exact kijken waar hij gaat heen. Ik weet niet, hij danst inderdaad even op de tong. Bedompt tegen de heug aan. Dondert naar beneden. Knalt weer naar boven. Hij blijft tegen het geheel te plakken. Het is Chateau 1804. Dit is een uitstekende brief. Een premier Grand Cru speciaal mis au Chateau. Om de vuile palmies schoon te schuren. Ah, oh, wat vroeger weer, wat was het nog? Typisch Parijs! Oh ja, dat was ik al vertellen. Het zit namelijk zo, u weet dat misschien niet, maar ik ben de boezemvriend van de keizer. De boezemvriend van de keizer? Doei! Vermerkt u die even rustig. Hier staat hij. De keizer, zijn boezemvriend. Een elfie voor de kolonel. Ik zou maar zeggen, bijvoorbeeld, niet op morgenavond. Morgenavond kom ik op het paleis bij de keizer, hè. Nou, paniek, hè, de ere van gerukt uit. Jongens, de heavy frit, de heavy frit. Ik kom gewoon binnen, niks aan de handen brengen, maar meteen bij de keizer. Keizer wordt wakker, ziet me, oh, de heavy frit. Marie-Louise aan de kant, natuurlijk, de heavy frit. Fritje, ouwe rukker. Oh, ik heb me verloofd. Oh, ik weet van niks, Nap. Ik weet van niks. Had hij me verteld. Kwaad. 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 Oh, Fred. Hoe kun je het doen, zei de keizer. Hoe kun je het doen? Je gaat je verloven. En ik weet van niks. Oh, huilen, Nap. Doe nou. Je bent een boerder. Oké, Nap. Weet je, je mag op de bruiloft komen. Zijn majesteit hier bij ons. En dat voor 10.000 ballen aan een koets. Bofkoos. Het is een elfbrief voor de kolonel. Ja, het is wel goed. Weet u het ziek? Zijn majesteit op uw huwelijk. Natuurlijk heeft er alles aan mee te danken, laten we eerlijk zijn. Ah, dat is een goed dat ik je zie. Moet je hoor. Heb ik een vraag voor jou ook, hè? Wie heeft volgens jou de slag bij Austerlitz gewonnen? Nou, knal hem ervoor en zet hem in. Dat bedoel ik nou maar. Ik, natuurlijk ik. Heel goed voor jou. Ik weet nog goed hoe het gegaan is. Ik kom bij Nap, kom ik binnen. Hè? Ik zie hem zitten met dat barre handje. Hè? Barre handje. Ik zeg, Nap, wat is er? Wat is er? Hij zegt, ik zie het niet zitten. Volgens mij heb ik deze slag verloren. Verloren! Ik zeg, Nap, hoe kan je dat nou zeggen? Hè? Ik zeg, je moet over links aanvallen. Val aan over links. Hij zegt, ik durf niet. Ik durf niet. Ik zeg, je moet. Laat mij gaan. Stap op mijn paard. Ja. Voor mijn complete Oostenrijkse leger. 100.000 man, 1500.000 kanonnen, een dove kok en het sterf van de cavalerie. En? Wat en? En toen? Nou, en toen? En toen? Het is toch duidelijk, en toen? Hè? Zien jullie een complete Oostenrijkse leger? Nee. Zien jullie mee?
Voilà. Dus dan kun je wel voorstellen wat er gebeurde. Gewonnen, dus de keizer die komt op me af. Die zei, oh, we hebben gewonnen. Ik zeg, rustig, rustig, dat hoeft niet iedereen te weten. Hij zei, oh, wat wil jij hebben, wat wil je worden? Ik wil niks worden. Hij zegt, ik maak jou koning. Ik maak je kroonprins, admiraal. Ik zeg, maak niet uit. Gebruiken ze allemaal, hè? Ik wil niks hebben. Hij zegt, oké, hoe heet jij van je achternaam, Fred? Ik zeg, Van der Zee. Hij zegt, oké, dan noem ik een straat naar jou. De Champs-Élysées. Dat is hem, de Champs. Spelfoutje even verkeerd geschreven, maar het gaat natuurlijk. Het gaat natuurlijk. Pas op. Op het gebaar. De boezemvriend van de keizer, hè? Ik geloof nu terecht dat ik moet gaan. Het was ontzettend gezellig, maar de keizer wacht op mij. Hè. Bedankt voor alles en voor het mooie spul. Van wie had ik dit servies ook alweer? Van mij. Ach. Ik vind het alleen niet zo'n leuk motiefje. Schot! Schoten! Bedrieger! Het is lekker water! Kom er ook in! Heren! Wacht erna! Die vuile rode! Bent u kolonel Moeskop? Absoluut. Ik kom direct van de keizer. Ik ben zijn inspecteur. Ik wil onmiddellijk de boeken inzien. Ik ben Tilly, Madame Tilly. Op het slagveld van de liefde ben ik de generaal. Laat de heren. Het begint al aardig koud te worden, weet je dat? Niet hoor. Vallen doen ze. En met een hele leuke kop met haar, jij. Weet toch? Absoluut. Nou ja, het zijn er wel een heleboel. Dan maar lage prijzen met een hoge omzet. Meiden? Opzij, opzij! Opzij, opzij! Aha, een hoge, die is voor mij! Nou, hoog! Wie heeft hier eigenlijk het commando? Hallo, lekker ding, kom maar bij mama. Wacht nou! Wat is je rang, schat? Ja, ik ben eigenlijk maasschalk, maar ik ben even mijn staf kwijt. Zal ik hem dan voor je zoeken? Dan kan je lang zoeken! Nee. Laat dat, later. Jullie moeten nu onmiddellijk optreden voor de keizer. Nee, ik doe niet mee, hoor. Ah, dat is de komiek. Maar... dat zie ik al. Aan het werk, de keizer moet geamuseerd worden. Ik heb een vogelnestje in mijn haar. Niet te geloven, het zit van boven. En alle vogels zingen met elkaar. Een melodietje, en dat klinkt raar. Hey! Fluit, 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 fluit
laatste kans. Een nestje in mijn haar en dat is waar. Slecht publiek vanavond, ik weet niet wat ze hebben. Gisteren stond ik nog in Tiel en toen braken ze de zaal af. Nou ga jij op. Nee. Toi, toi, toi. Yeah. Auw. Gek. Lachen. Hè? De keizer moet lachen. Lachen. Ja, ik weet. Humor. Tuurlijk, een mop. Tuurlijk, natuurlijk, logisch. Twee krokodillen, dat is altijd leuk natuurlijk, hè? Twee krokodillen. En die lopen samen in de Kalverstraat. Kun je je voorstellen, lopen samen in de Kalverstraat. En die ene krokodil, hè, die een beetje last van roos, hè. En die krokodil, een beetje ingezakte kroko. Ja, hebben last van roos, ja, zo last van roos. Goh, wat vervelend. Ja, maar ik heb er wat op gevonden, Ik ben bij de kapper geweest. En vertel. Nou, die had watertjes gekleurd, het is niet waar. Ja, allemaal gekleurd, rode, groene, blauwe. En die moet ik goed insmeren in mijn hoofd en nou heb ik geen last van roos meer. Oh, het is niet waar, hij gelooft niet, dit is niet waar. Heb je geen roos meer? Nee, zegt die ander, ik heb nou confetti. Ik heb nou confetti. Nog leuk, veel leuker nog. Ken u deze? Die is ook leuk met die vinger. Ach, die is zo leuk. Moet u kijken, heb ik zo mijn vinger, hè? We hebben allemaal een vinger, maar deze gaat het nou even om. En dan doe ik zo, hè? Doe ik gewoon zo. Nou is die weg. Ik maak je af. Wacht even. Goedenavond, majesteit. Goedenavond, heren. Ga ik dus blazen, hè? Ik heb de eer u te presenteren, professor Paul Dupin! Et voilà! En het zijn de twee geworden! Professor Paul Dupin! Dupin! Hij trekt elke kies zonder pijn! Ja, natuurlijk! Ik trek die kies zonder die. Oh, natuurlijk! Geen probleem! Ik kom uit Parijs! Wie mag ik helpen? Allez! Majesteit vindt het leuk! Majesteit doet zelf mee! Ja, daar hoor ik een vrijwilliger! Natuurlijk, dat baasje met die grote hoed op! Komt u naar voren! Ja! Fantastische wereldnummer! Doorgaan! Ik mag een keer in die mond kijken! Kost! Napoleon! Heel bang voor ouw. Komt allemaal in orde. Mondje open. Muziek. Meneer de keizer. Meneer de radio. Jongens, pakken. Halt, dit is een vergissing. Bescherm de keizer. We zijn de majesteit! Ja, de kant op! Blijf er nou weer over! Ga door! Dan gaat u weer verkeer! Ach, zuster, wilt u even de verdoving toedienen, ja? Wat graag! Huppakee! Nee! Daar gaat hij dan!
deed het pijn? Pijn! Dat woord kent uw keizer niet. Majesteit, weet u wel wie daar naast u staat? Jazeker, dat is mijn vriend. U lacht. Mijn allerbeste vriend! Excellentie! Nee, nee. Mijn boezemvriend! Hoe heet nou? De boezemvriend! Al een hele tijd. Waar is de steek van de keizer? Hij is hem kwijt. Het was een groot schandaal. En ze riepen allemaal.